En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En de wekker bij Nico is helaas niet afgegaan. Hij ligt nog altijd laatste. Niks gedaan nog. Zo komen de paarden de laatste rechte lijn in. En daar komt aan de buitenzijde Deten. Nu gaat ook de Calencia een keer naar buiten. Dat lijkt aan de late kant. Als hij dit nog goed maakt, zijn we heel blij met Nico. Maar dat gaat hij niet meer redden. Het is in het midden van de baan nu een kleine voorsprong voor Deten. Deten neemt over. Deten aan de buitenzijde komt Delicatesse. Die gaat weer eens een keer plaats 2 pakken of net niet. Net wel. Het is de 3, de 4, de 1, de 2. En een hele, hele teleurstellende nummer 7. Daar is de winnende eigenaar, Peter Delers. Peter, een koers om van te genieten dit. Zo is dat, 1 en 2 en geloof zelfs nog 4. Ja, Deten, je had dat niet helemaal verwacht? Nou, Deten, die was op de dag van de Lage Landen was hij echt heel heet in het voorwerk. En we waren veel te vroeg in de baan en dan is hij niet te genieten. En nu hebben we hem ook niet op speed voorgewerkt. Alleen wat gekwikkeld en nou was hij rustig. We gaan het eens even aan de piqueur vragen. De winnende piqueur, Misha Brouwer van Deten, een 5-jarige vosruin, Rieusek uit Gitaan door die zee. Frans gefokt, Stal Peder de eigenaar, Bras Krebas de trainer en Misha Brouwer de rijder. Ja, Misha, je moet misschien op een moment gedacht hebben, misschien gaat het niet lukken vandaag? Ja, ik kreeg hem wel heel lastig zo. Ik wist niet dat hij zo hard mee zou rijden. Ik voelde dat het heel hard ging. Maar ja, ik wist dat hij heel goed zou zijn, maar zo goed, dat verbaast me weer. Hij brengt €33 winnen, dat is misschien een beetje onterecht, hè? Ja, dat vond ik echt onterecht. Ik dacht dat ik dichtbij zou komen. Met zo'n koersverloop had ik niet gedacht zo dichtbij. Maar heel goed. Lekker paard. Misha Brouwer, hij slaat toe. Geweldige leerlingpikeur. Maar ook tussen de profs redt hij het prima zonder zijn ontheffing. Deten is de winnaar van deze race. De Prix Lise Petevinière. Deten en Misha Brouwer. Is gevallen. Calencia gaat van start af terug vanaf de buitenzijde. Dat doet Stijn de Letrie niet. En in het midden van de baan Delicatesse ook niet. Delicatesse gaat als eerste de bocht in. Daarachter ligt Ami du Pression met Rick Ebbingen. En aan de buitenzijde daarnaast is het Stijn de Letrie. Die gaat ook inparkeren. Er is plek genoeg. En daarachter zijn wat PD-kleuren aan het inparkeren. Daar volgt Deten. En achter Deten ligt een trainingsgenoot. En die houdt voorlopig nog even de binnenkant. Dat is de nummer 2. Dat is Dania Beach. Daarachter op de voorlaatste plaats in de tweede spoor, Jaap van Rijn met Valerio Jet. En laatste ligt nu Calencia. Paard in de rechte lijn overzijde. Tempo werd gemaakt door de 4, maar nu niet meer. Ami de Pression heeft overgenomen. Ami de Pression, daarachter op plaats 2 ligt nu Delicatesse. Zo gaan de paarden de linkerbocht in. Derde aan de buitenkant is het nummer 3. Dat is Deten. Deten heeft een wat minder fijne positie. Oogt wel wat rustiger dan de laatste keer. En dat is al een winstpunt voor Deten. En daarachter aan de relingzijde valt nu Stijn de Letrie. Dan Valerio Jets, die wat moeite heeft om de rug van Deten te houden. Daarachter aan de relingzijde Dania Beach. En achter Valerio Jets, laatst in het tweede spoor, ligt de favoriet Calencia. Calencia, een paard dat in Vincennes met de voorste paarden mee kon, zou hier ook wat moeten kunnen laten zien. Maar laat zich voorlopig even naar voren brengen. En dat naar voren brengen gebeurt op dit moment aan de buitenzijde door Deten. Deten en Valerio Jet. Maar Valerio Jet heeft er veel werk van vandaag. Jaap van Rijn heeft al een halve werkdag achter de rug. Maar die wordt pas echt moe als hij achter Valerio Jet zit. Want die is niet echt voorwaarts. Paarden gaan de rechterbocht in. Ami du Pression aan de buitenzijde Deten. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Delicatesse en daarachter op plaats 4 Stijn de Letrie. Dan Valerio Jet, daarachter aan de relingzijde Dania Beach. En Nico Daanens zal zo langzamerhand een keer de wekker af laten gaan. En dan moet hij een keer naar het derde spoor met Calencia, want hier win je geen koers op. De 7e en laatste plaats. Deelnemers zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Ami du Pression. Ebbingen kijkt een keer opzij en ziet daar al de hele tijd het hoofd van Deten. Daarachter aan de relingzijde Delicatesse. Nog altijd geen beweging bij Calencia. En ze gaan inmiddels de laatste 500 meter in.
Ami de Pression leidt en die gaat nu versnellen. Daarachter op plaats 2 aan de buitenzijde komt weer dichterbij. Dayton en inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En de wekker bij Nico is helaas niet afgegaan. Hij ligt nog altijd laatste. Niks gedaan nog. Zo komen de paarden de laatste rechte lijn in. En daar komt aan de buitenzijde Dayton. Nu gaat ook de Calencia een keer naar buiten. Dat lijkt aan de late kant. Als hij dit nog goed maakt zijn we heel blij met Nico. Maar dat gaat hij niet meer redden. Het is in het midden van de baan nu een kleine voorsprong voor Dayton. Dayton neemt over. Dayton aan de buitenzijde komt Delicates. Die gaat weer eens een keer plaats 2 pakken of net niet. Net wel. Het is de 3, de 4, de 1, de 2 en een hele teleurstellende nummer 7.